Konnichiwa peeps, it's your boy Wesley met alweer een nieuwe aflevering van Pokémon Light Platinum voor op de Nintendo DS. Laten we verder gaan met het spel. In de vorige aflevering moesten we naar het radiostation van Central City, want professor Oak wou iets aan ons geven. Daar is professor Oak. Wesley, you've come. I'm glad you had time to visit us. I want to give you something. Wesley received the Pokédex from Professor Oak. It automatically records data on Pokémon you've seen or caught. Kan geen Engels. It's a high-tech encyclopedia. I hope you find a lot of Pokémon in the Zeri region. Oké, bedankt voor de Pokédex. Nu kunnen we verder gaan. Ik ben ergens achter gekomen toen dat ik een beetje aan het rondkijken was voor nieuwe games om te spelen. En ik ben er dus achter gekomen dat deze game een demo is voor... Ja, het is nog niet klaar, het is een demospel. Maar er bestaat wel dus een... Ja, nog dezelfde game, maar dan voor op de Game Boy. Dus ik ga kijken of ik die ergens kan vinden. En dan gaan we dat spel gewoon verder spelen. Maar ik ga eerst kijken hoe ver ik op deze game kan geraken. Bugcatchers zijn altijd gemakkelijk. Oh, ik moet wel een Pokémon Center. Ik ben bijna dood. Combi. En ik moet echt dringend naar de kapper. Oh, Charmander gaat evolueren. We hebben Charmeleon. Eerst maar eens naar het Pokémon Center gaan. Ja, we hebben een Pichu. Oh my god. Wat is een Pichu? Ik wil een Pichu. Waar is die nu? Ik heb een overduidelijke Pichu. Ik vind het niet eerlijk of ik die Pichu niet kan gebruiken. Misschien is die van een andere trainer kan ook. En volgt die mij nu. En zo te zien, als je goed kijkt naar zijn oor, het viel me net op, als je kijkt naar zijn oor, dan zie je dat het een spiky Earth Pichu is. Dat houdt in dat hij een spijker oortje heeft. Die Pichu is exclusief in Pokémon HeartGold en SoulSilver. Je kon die namelijk alleen via een event krijgen. Het is wel jammer dat je die nu niet meer kan krijgen of dat je hem niet kan overzetten naar andere games. Want die Pichu is best sterk. Het is best een sterke Pokémon. Het is nu ook niet dat je zegt van wauw, die ga ik echt in het team zetten of zo. Maar het is gewoon...
Die Pichu heeft dan meteen sterke aanvallen. Want als ik het me goed kon herinneren, kon die Pichu Volt Tackle en Thundershock. En als je hem goed trainde, zoals ik deed in de tijd, dan had hij ook Thunderbolt. En ik denk ook zelfs Thunder. Ik kon ook Thunder volgens mij. Dat heb ik via een TM move gedaan. Maar ik ben niet meer zeker. Load that. Een Wurmple. Dan trainen we met een Pikachu. Excuse me, are you Wesley? My name's Red, I'm from Kanto. Professor Jasmine told me about you. Come here for a second, I have something to show you. These three are special. They're inhabited by a lot of different types of Pokémon. You can use Headbutt. I think Nudity. Long time ago there was a DM with that move, but it's not manufactured. Blech, kan echt geen Engels, sorry. But don't worry, there are many Pokémon which can learn it. Now, I have to go to Professor Jasmine's laboratory. I hope to see you again soon. Okay, dan. Oh, ik dacht dat hij nu de dinges ging doen. Zo'n trailer om Pokémon's. Nee, geen trailer. Een tutorial ging die te zien. Ging laten zien voor Pokémon's te vangen, maar. Dat is niet een hard gold. Dat is juist, ja. Ja. Oh, de game is weer lekker glitchy. Echt niet leuk. En weer een trainer. Een great ball, super handig. In her woods. Pichu is gaan lopen. Oké. Super handig. Ga even Charmeleon healen. Oftewel, Nurse Lizzie. Ik weet echt niet hoe ik op de naam ben gekomen hoor. Het lijkt me gewoon grappig om die zo te noemen.
Ik wou hem eerst Dr. Lizard noemen, omdat de kans voor een mannelijke Charmander veel groter is dan een vrouwelijke. En toen kreeg ik een vrouwelijke. En toen dacht ik, dan noem ik je een Nurse. Maar Lizard ging er niet helemaal op, dus dan noem ik hem Blizzy. Beetje vrouwelijker. Mijn oudere zus heeft een vriendin die Lizzie heet. Misschien daarom. Het is best wel een chill meisje. Dus Lizzie, bij deze, je bent vermoed naar een vrouwelijke Charmander uit een demo game. Scary face. Komen met mijn monster. Daar is Kenta weer. Wat beter dan met Kenta, jongen. Daar kunnen we beter een Drakenval tegen doen. Maar Kenta kapot. Oh, hij heeft een Cyndaquil. Ik wil ook een Cyndaquil. Dat is super schattig. Kom maar, niet meer missen. Well, I'll be training more so that I can beat you. Wait and see. I'll be much stronger next time. Daar is Pichu. Ik weet er ook healen, want anders ben ik dood. Zeris. Is dat niet voor Paralyze? Ja. Aanvallen zijn bijna op. Team Rocket is daar. Of hoe ze hier in de game heten. Team Steam. Dus ik denk dat ik daar moet zijn. Laten we eens gaan kijken. Oh. Sorry kid, we are carrying out a very important mission in this area. You cannot go yet. We kunnen er nog niet in. The wild Pichu. Oh, het is een wilde Pichu, dus we kunnen hem vangen. Seems to be angry for some reason. Maar nu kunnen we hem nog niet vangen. Andere keer. En weer een trainer battle. Luister niet aan. Oh, ik kan hem scratch doen. Niet te veel trainers nog moeten doen om snel op het center terug te kunnen gaan. Oh. Oh nee, oh nee, oh nee. Parodie, jongen. Haha. Fucking shames. Ik ben paralyzed. Waarom word ik zo snel paralyzed? Niet cool. Dudes. Oh, ja.
uitwijken. Ja, goed zo, Wesley. Echt geen zin om Superman te wachten. En daarbij moeten we toch nog terug naar dat bos, want Team Steam is daar. Dingen kopen. Waar is de winkel? Daar is de rol daar een gym. Super. Een paar nieuwe dingen kopen. Kunnen we zien. Oh, maar we kunnen niet naar binnen. Er zit wel iemand voor het gym. The Combi have invaded in Horse City and practically shut it down. What's happening? Hey trainer, I think that the hive these Combi are from is in Inhor Woods. I'll go there now and reopen the gym when this matter is resolved. Oh, dat is de gymleader dus. Volg de gymleider. Kan me iemand mij vertellen waar de gymleider is? Volg de gymleider. Come on, Charmeleon. Oh ja, die had ik niet gedaan. Butterfree. En Spinarak. Allebei dood. Ben jij ook een trainer? Nee. Oh, antidote. Superhandig. Team Steam heeft volgens mij veel poison type Pokémon. Ik denk dat, want Team Rocket heeft ook altijd die poison types. Sienna. Team Steam is ready to defeat any enemy. Gebruik Ember. Fucking Wurmple. En een Pusiana. Scraggy. Scraggle. Scraggy. Ik vind hem echt awesome. In de serie Scraggy van Ash. Scraggy. Scraggy. Nee, dat niet nog. Die had ik altijd op Pokémon Yellow. Dat weet ik in mijn Mount Moon evolueren in Nidoking. Dat ik zeg maar zo'n beetje onverslaanbaar. Want Nidoking is boss ass strong Pokémon. Jongen. Ja, dat is zo'n exclusief van Team Steam. Maar ja, Team Rocket. Shella. De fucking Drifloon. De meest gevaarlijke Pokémon ooit. In zijn Pokédex entry staat dat hij kinderen meeneemt. Ik vond dat bij zijn evolutie. Kan ook bij zijn evolutie zijn, maar ik denk dat het bij Drifloon was. Fucking super potion. Ik mag geen potions gebruiken. Ik zou daar nooit toe een potion gebruiken. Het is een reus. Draken Rage. Boeia, jongen. Ik heb je verslagen. Je fucking Drifloon. Die zijn weg. Wesley, bedankt voor me te redden. Je bent een formidabele tegenstander. Ik zal op je wachten. Bij je gevecht in Inhor City Gym. Oké dan, gymleider.
En daar is Pichu weer. It seems that Pichu is very pleased. Pichu wants to join you. Oh, yay. Spiky Air Pichu. Ja, ik noem hem Spike. Spike. Oh nee, wacht, ik noem hem Spike. Eeh. Dat is met een Griekse ei van achter. Denk ik. Ik denk het wel. Even kijken. Het is citrus best vast. Ja, het is een spiky eared. Als je goed kijkt naar zijn ene oor, dan zitten drie spikies in. En hij kan Thundershock, Charm, Tail Whip en Voltackle. Ik wist wel dat hij Voltackle kon. Ik had het net nog gezegd. En hij is ook female. Ik heb een team vol vrouwen. Boeia. Maar dat was alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En vergeet niet te subscriben en te abonneren. En te volgen op social media. En dan zeg ik later en geniet van de outro. Doei!